Welkom bij Happy Hooggevoelig. Mijn naam is Marianne van der Werf en in deze podcast wil ik je inspireren om voluit van het leven te genieten. Wil je ook leren hoe je vanuit je innerlijke kracht en gevoeligheid met minder inspanning meer geluk kunt ervaren? Heb je zin om positief, energiek en vrij van onzekerheid en angst door het leven te gaan? Dan is deze podcast voor jou bedoeld. Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Wauw, mijn 100ste podcast. En moet je zeggen dat ik daar best wel trots op ben. Dat ik al 100 podcasts heb gemaakt over hooggevoeligheid, gedachtegang, trauma, de wet van de aantrekkingskracht. Een combinatie van al die onderwerpen die ik in mijn eigen jasje heb gegoten. Zoals dit ding ervaar, wat ik bij mijn cliënten ervaar. En waar jij hopelijk tot nu toe heel erg veel aan hebt gehad. En ben jij zo'n hele trouwe luisteraar die iedere keer weer opnieuw luistert, dan wil ik je daar heel erg voor bedanken. Super, super fijn. En volgend jaar ga ik ook gewoon weer door met nieuwe podcasts. Maar vandaag nummer 100. Van de week stelde ik een vraag in de praktijk aan een meneer dit keer. En ik vroeg hem, op welke momenten heb je het idee dat je echt ontspannen bent? Dat je het gevoel hebt dat je lichaam rustig is. Dat je gedachten niet een loopje met je nemen. Dat je hoofd licht aanvoelt, rustig aanvoelt. Dat je misschien wel de tijd vergeet. En die meneer zei, dat ken ik bijna niet. En ik heb dat met meer cliënten van mij meegemaakt. En misschien heb jij dat ook wel, dat je je nooit echt ontspannen voelt. Dat er altijd wel een zekere mate van spanning in je lijf is, een alertheid is, een onrust is, een gedachtegang die maar doorgaat. En daar gaat vandaag deze podcast over. Ook over de lagen waarin jij je kunt bevinden, waar eigenlijk jouw autonome zenuwstelsel bevindt. En waarom ik deze podcast met je deel is omdat ik je wil uitnodigen om in je dagelijks leven eens wil gaan voelen, gaan proberen te voelen, gaan waarnemen of jij in ontspannen staat bent, of je stress ervaart, of dat je zoveel stress hebt ervaren dat je als het ware je terug wilt trekken. En ik ga in het kort wat meer uitleggen over deze drie lagen van je autonome zenuwstelsel. En vervolgens neem ik je daar een stukje in mee, hoe je dat kan gaan waarnemen in het dagelijks leven. Je autonome zenuwstelsel, dat is het deel van jou. En dat heb ik in een eerdere podcast ook al uitgelegd, maar misschien heb je die nog niet gehoord. Wat eigenlijk automatisch handelt. Daaronder valt bijvoorbeeld je ademhaling. Daar hoef je niets voor te doen. Dat gebeurt automatisch. Je spijsvertering. Daar hoef je niets voor te doen. Dat doet zijn automatische werk. Daar zit ook je vecht-vluchtmechanisme. Dus op een moment dat er ineens een auto op je afgereden wordt, dat je niet nadenkt, maar dat je erop in één keer kunt wegspringen bijvoorbeeld. Of als jouw kind richting de sloot loopt, dat je niet nadenkt van wat zal ik eens gaan doen, maar huppatee, gelijk je kindje wegtrekt daarbij. Nou, dat is het mechanisme ook van je autonome zenuwstelsel. Dat is eigenlijk het oudste gedeelte van je brein, wat ervoor zorgt dat jij kunt overleven.
Dus in wezen is het goed dat dat autonoom handelt, want daarmee vergroot je je overlevingskansen. Dus dat is heel vernuftig hoe dat in elkaar zit. Wat er wel nodig is, is daar zitten dus drie lagen in. De laag waarin je je over het algemeen zou moeten bevinden en hopelijk ook bevindt, dat is de ontspannen tak, noem ik dat. Waarin jij je veilig en verbonden voelt. Waarin je ontspannen bent. Waarin je connectie maakt. He, waarbij, je moet het zo zien als je naar de oertijd kijkt. Waarin jij in de groep functioneert. Want daar is het veilig. Dus als jij met andere mensen bijvoorbeeld bent. Waar je heel erg ontspannen bij voelt. Of dat jij een bepaalde hobby uitoefent. Of op een moment dat jij met dieren bezig bent, noem maar op. Of dat je lekker aan het werk bent, maar dat jij gewoon zegt van, hé, nu voel ik me fijn. Mijn hartslag is heel rustig. Mijn ademhaling is rustig. Mijn spieren voelen ontspannen aan. Mijn hoofd is chill. Ik zit lekker in mijn vel. Dan maak je dus ook gelukstofjes aan. Dan zijn je gedachten positief. Gedachten die je hebt. En dan ben je eigenlijk helemaal in je goede doen. Dat voelt gewoon heel erg comfortabel. Dat voelt heel erg lekker. Op het moment dat er iets gebeurt, dat er ineens bijvoorbeeld een deadline is op je werk, of je wordt ineens opgebeld en je moet in actie komen, of er staat ineens visite voor de deur wat je niet verwacht hebt. Nou ja, het kan van alles zijn. Maar dan moet je ineens in actie komen. Of er gebeurt iets, dan komt er een bepaalde stress eventjes in je lijf. En dat is in wezen, moet je dat zo zien, alsof je een dier bent wat ineens de oren spitst van, hé, er gebeurt iets. Nu voel ik dat er gevaar is. Nu is er stress, nu is er gevaar. En dan kun je van het gevaar af in de vorm van vluchten. Of je gaat naar het gevaar toe in de vorm van vechten. Dus dat regelt jouw autonome zenuwstelsel ook. In plaats van gelukstofjes maak je op dat moment adrenaline aan. En als het wat langer aanhoudt, als je een deadline bijvoorbeeld hebt, of je moet voor een tentamen leren, of je hebt een examen, of een auto-examen, of een deadline op je werk, of je hebt even ruzie met iemand wat je uit moet zoeken, dan maak je tijdelijk, soms ook als het wat langer aanhoudt, behalve adrenaline, maak je ook cortisol aan. Maar dat systeem is ervoor bedoeld dat dat kortdurend is. Dat nadat je die stress hebt, dat je dan vrij snel weer terugzakt naar die ontspannen, veilig en verbonden staat. Zodat je weer de gelukstofjes aan kunt maken en dat je weer een goede doen bent. Wat er namelijk gebeurt in die modus van stress, dan moet je dat zo zien. Dan treedt dat vecht-vluchtmechanisme in werking. Dat is verbonden met het emotiecentrum. Maar niet met je brein. Dus het logisch redeneren, het logisch nadenken, het rustig nadenken, het tot een oplossing komen, dat werkt niet meer. Je komt in de modus van doorgaan, doorgaan, doorgaan. Even volhouden, tandje erbij, ik ben moe. Je gaat minder je lichaam voelen. Gaat niet meer om hulp vragen. Er komt onrust in je lichaam. Je spieren raken meer en meer gespannen. Je kunt lichamelijke klachten krijgen. Je darmfunctie neemt tijdelijk af. Dus je darm, hoe noem je dat? Je stofwisseling werkt minder goed. Dus dat zijn allemaal symptomen die optreden op het moment dat je stress ervaart. Dus de bedoeling is dat het kort duurt en dat het daarna weer stabiliseert, zodat alles weer goed gaat werken en je ook weer logisch kunt nadenken. Dus je kunt je voorstellen, en dat merk je dus aan mensen die lang stress hebben, die in moeilijke situaties zitten, dat je langere tijd in die modus blijft hangen. Dat je dus last van je spieren krijgt, dat je dus
last van je darmen gaat krijgen, van je buik gaat krijgen. Dat je prikkelbaar wordt. Dat je het lastiger vindt om met andere mensen om te gaan. Dat je negatiever gaat denken. Je gaat negatiever naar andere mensen kijken. Je krijgt een ander soort interpretatie van de werkelijkheid. Ik maak bijvoorbeeld ook dat mensen heel negatief zijn. En dat ze zeggen van, zie ik het nou verkeerd? Of ligt het nou allemaal aan mij? Ik krijg met mensen ruzie of ik krijg negatieve feedback. Ik functioneer niet zo meer goed meer op mijn werk. Ik krijg kritiek op mijn werk. Ligt dat nou aan mij of ligt het aan de ander? Nou, ik zeg dat is interessant om dat te gaan onderzoeken. Maar je concentratie neemt wel af. Dus de kans, als je heel veel stress hebt, dan ga je maar harder werken om het goed te doen. Maar de kans op fouten is vele malen groter, omdat je gewoon er niet meer zo scherp bij bent met je brein. Omdat die stress in je lichaam zit. Dus je zit in een heel andere modus. Op een moment dat dat te lang aanhoudt, dat je er niet meer uitkomt, dat je niet meer weet hoe je met de dingen moet omgaan, dat je het niet meer allemaal op een rijtje hebt, dat je eigenlijk geen uitweg meer ziet, dat je somberder wordt, dan kun je depressief worden. Je kunt je terug willen trekken. Van nou, ik weet het allemaal niet meer, geef mij Porsche Marafiki, Ik trek de stekker eruit, ik blijf thuis, ik kruip in mijn hol. Het kan fysiek, kun je shutdown krijgen. Dat je, ik heb dat meegemaakt dat ik niet meer kon lopen een aantal dagen. Maar het is ook de modus dat je uit het sociale leven terug wilt trekken. Hè, dat merk je ook met de overprikkeling. Als de overprikkeling heel erg gecombineerd is met stress, dan krijg je dat hele erge terugtrekmechanisme van, ik wil niet meer onder de mensen zijn, ik wil niet meer afspreken, ik wil met rust gelaten worden, ik wil geen contact meer, ik wil niet meer werken. Dat is eigenlijk de laag die na de heftige stress komt. Dan moeten je alarmbellen gaan rinkelen, want dan ga je richting bijvoorbeeld burn-out, richting depressiviteit. Dus dan is het echt heel hard nodig om actie te ondernemen. En daarom maak ik deze podcast nummer 100 daar ook over. Dat het zo belangrijk is dat je het niet zo ver laat komen. Dus dat je, als jij merkt dat je bijvoorbeeld die dingen die ik net opnoemde, dat je vaak in die stressmodus zit, dat je dat gejaagde hebt, dat je denkt van, daar komen misschien gedachten bij op, daar komt een gevoel bij op, daar komt een lichamelijke sensatie, komt daarbij. En misschien kun je nu wel al iets voor je halen, als ik aan jou vraag van, denk eens aan een moment waarop jij wat stress ervaart. Niet hevige stress, maar als je het kijkt van een schaal naar 0 tot 10 op een 3 bijvoorbeeld. Iets wat irritatie geeft, iets wat je lastig vindt om mee om te gaan. En je zou je ogen sluiten, kijk dan eens wat er in je lichaam gebeurt. Voel eens of je spanning ergens waarneemt of hoe je lichaam aanvoelt. Misschien komen er gedachten op, misschien komt er een gevoel bij op, misschien komen er emoties op. En op die manier kun je gaan verkennen, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn systeem als ik stress ervaar? Wat gebeurt er dan bij mij? En ik vraag je dit omdat het belangrijk is dat je dit gaat herkennen. Omdat het de bedoeling is dat je dit niet de hele dag voelt, maar dat je juist de ontspannen situatie voor het grootste gedeelte van de dag voelt. Als ik jou vraag van, denk eens even terug aan een moment dat je heel erg aan het genieten was. En dat kan zijn thuis, het kan zijn tijdens een vakantie, het kan zijn met een sport, het kan zijn met je partner of met je kinderen. Maar zo'n moment waar je echt zegt van, wow, dat is heerlijk om te voelen. Oh, wat was ik toen aan het genieten. En als je daar dan bijvoorbeeld eens induikt en je gaat dat daar even helemaal naartoe, desnoods zet je deze podcast even op stop en duik daar dan eens helemaal in. En wat voel je dan?
Wat ervaar je dan in je lichaam? Wat gebeurt er met je hoofd? Welke gedachten komen er dan op? Welke woorden komen er dan misschien op? Wat voor emoties ervaar je? Wat gebeurt er als je aan zoiets heel fijns denkt met je lijf en met jou? En dan zul je merken dat het een andere gedachtegang is. Dan zul je merken dat er andere sensaties zijn, dat er andere emoties bij komen. Misschien merk je ook dat het heel erg lastig is om daar te komen, omdat je je hoofd moeilijk stil krijgt. En dan is het zaak om dit soort dingetjes te gaan oefenen. Om momenten dat je eventjes helemaal tot ontspanning komt op te gaan zoeken. Bijvoorbeeld, en dat kan al zijn door naar een bepaalde muziek te luisteren waar je erg van houdt. Naar buiten te gaan, de frisse lucht in. En je heel erg richten op wat je om je heen ziet. Dus dat je heel bewust je aandacht gaat verleggen naar wat ze met mindfulness ook doen, naar het hier en nu, wat er om je heen gebeurt. Omdat op een moment dat je je aandacht richt en je zintuigen gebruikt, dat je heel bewust je zintuigen inzet, dan geef je als het ware aan jouw autonome zenuwstelsel af, er is geen gevaar, het is veilig, ik kan om me heen kijken, ik kan de ruimte waarnemen, ik hoor de vogels, ik hoor allerlei geluiden, ik hoor het zoemen, ik hoor de auto's optrekken. Dat haalt eigenlijk niet uit. Maar als je daarop richt, als je iets lekkers aan het eten bent en je richt je heel erg op hoe het smaakt, hoe het voelt, dan geef je het seintje aan je zenuwstelsel. Het is oké, er is geen gevaar. En dan ontspan je je. En als jij snel overprikkeld bent, als jij vaak stress ervaart, ga dan op zoek naar allerlei maniertjes om ervoor te zorgen dat jouw systeem zegt, er is geen gevaar. Je hoeft geen stress te hebben. Al is het maar voor 5 minuten, al is het maar voor 10 minuten, al is het maar voor een kwartier. Als ik mijn werk vergelijk vroeger en nu, in het onderwijs had ik altijd die stress bij me. Altijd die spanning bij me. Altijd pijn in mijn hoofd en in mijn nek en dergelijke. En als ik nu met een cliënt bezig ben, dan voel ik die ontspanning. Dan voel ik me chill, dan zijn mijn spieren ontspannen. Dan zit ik relaxed in de stoel. En vroeger zat ik altijd op het puntje van mijn stoel. Dus daar is iets in mij gebeurd, waardoor de... En daar heb ik natuurlijk zelf ook hard aan gewerkt. Maar ook omdat dat werk zoveel beter bij mij past. En het een totaal andere setting is waar ik veel beter in gedij. Die goed voor mij is en het werk veel beter bij mij past. Nou, dat speelt natuurlijk allemaal mee, maar ook omdat ik geleerd heb om hoe het is om ontspannen te zijn. En ik kan mijzelf ook naar die ontspannen situatie toebrengen. En als ik me gespannen voel, dan denk ik, hey, wacht even, nu ben ik gestrest. Wat ben ik nu aan het denken? Waar ben ik nu mee bezig? Waar ben ik bij mijn gedachten? En dan ga ik heel bewust daarmee aan de gang, door me er heel ergens anders op te focussen, of iets doen waarvan ik weet dat ik weer chill word, dat ik weer ontspannen kom, dat ik weer in die veilig verbonden setting kom. En dat is nooit een oplossing aan de buitenkant, dat is altijd een oplossing aan de binnenkant. Als ik ergens gestrest over ben, is het zaak voor mij om naar binnen te keren, om daar te kijken van wat is er nodig om mij weer zo ontspannen te krijgen. Dat is de eerste belangrijke. En daarna de buitenwereld. Want als jij continu op een gegeven moment merkt van, als ik op mijn werk ben, zit ik heel de dag in die stressmodus. Heeft het dan te maken met je gedachtegang? Heeft het te maken met dat je te weinig ruimte voor jezelf daar hebt? Of heeft het ermee te maken dat je werk niet passend is? Dat je eigenlijk iets heel anders wilt. Misschien wil je wel helemaal niet werken. Misschien wil je minder werken. Misschien is de werkomgeving niet fijn. Misschien zijn de werkzaamheden niet fijn. Maar dat kun je in een later stadium gaan onderzoeken. Maar als eerst is het heel erg belangrijk dat je in kaart brengt, waar zit ik gedurende de dag?
Waar zit ik met mijn... Eigenlijk, waar zit ik met mijn autonome zenuwstelsel? Wat is mijn staat van zijn? Wat is mijn mechanisme en hoe werkt dat? En op een moment dat je erachter komt van er is geen gevaar. Er is helemaal geen gevaar om mij heen. En ik heb eigenlijk leuk werk en ik heb een fijne partner. Of ik heb in wezen een goede setting. En toch is er alertheid. En toch raakt mijn lichaam continu zomaar ineens in paniek. En ik heb er geen grip op. Realiseer je dan dat het niet jouw schuld is. Maar dat er waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, een link is met iets uit het verleden. Wat toen heel bedreigend was, wat toen heel beangstigend was, wat heel erg heftig was. Waar jouw zenuwstelsel, en als er dan ergens een link is, waardoor er een zintuigelijke waarneming komt. En dat kan een geur zijn, dat kan een gedachtegang zijn, dat kan ineens een herinnering zijn die even oploopt. Daar kan in een nutshell, in een split second, kan jouw autonome zenuwstelsel daarop reageren. En dan voel je ineens een soort paniek opkomen van ik wil weg hier. En je kan het eigenlijk niet plaatsen wat er gebeurt. Of er ontstaat een paniekaanval. Ik had dat zelf bijvoorbeeld op een gegeven moment in de winkel. Dat ik een paniekaanval bij wijze van spreken kon krijgen. Dat ik echt dacht, ik trek mijn jas uit, trek mijn trui uit. En ik laat mijn karretje staan en ik ben weg. En dan dacht ik van, nou, wat is dit? Dit klopt niet. Maar er was gewoon nog een link naar eerder. En daar had ik dus wat te helen in een veel eerder stadium. Als je dat gaat herkennen en je weet hoe jouw systeem werkt, dat is een eerste stap naar hoe je daar verder mee kan dealen en hoe je dat verder kan gaan oppakken. Is er inderdaad een trigger naar vroeger, dan is het een andere manier van oplossen dan wanneer het heel erg werkgerelateerd is, of wanneer het relatiegerelateerd is, of wanneer het echt te maken heeft met je eigen gedachtegang. Dat je waarheden hebt aangenomen die niet waar blijken te zijn. Of niet waar hoeven te zijn. En dan kun je meer gaan kijken op gedachtegoed, op mindset, op gedragstherapeutisch, cognitieve gedragstherapie-achtige. Qua mindset, hoe je daarmee om kunt gaan. Dus het is heel bepalend, maar de eerste stap is van hoe kan ik mijzelf in die veilig verbonden modus krijgen. Want dan kan ik helder nadenken. Dan kan ik de juiste hulp vragen als dat nodig is. Dan kan ik de juiste stappen zetten, de juiste acties bedenken. Dan kan ik op een gezonde manier naar de situatie gaan kijken. En dat lukt niet zolang je stress hebt. Dus ik nodig je, nogmaals, ik nodig je dus heel erg uit om gedurende de dag is als het ware te gaan turven. Van verbind ik me nu in die veilig verbonden staat? Verbind ik me nu of bevind ik me nu in de stressfase of bevind ik me heel groot gedeelte van de dag, de week in die terugtrekfase? Want dan moet je echt actie gaan ondernemen in de vorm van gaan kijken hoe je situatie is. En dan, daar moet dan echt wel wat gaan gebeuren. Wil je voorkomen dat je bijvoorbeeld in een burn-out terechtkomt? Of dat je depressieve klachten krijgt. Of dat je, net zoals fibromyalgie, ziek, een prikkelbare darmsyndroom. Dat zijn allemaal vaak, daar ligt de oorzaak vaak ten grondslag aan een continu overbelast autonome zenuwstelsel. Een hele erg verstoring daarin. Het is aan jou om daar weer het seintje af te leren geven van het is veilig, het is oké, ik ben nu niet in gevaar, dus ontspan maar. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. Ik hoop dat je hier een beweging mee kunt maken. Als je heel erg in die fase zit van het terugtrekken, dan kan het heel erg onveilig voelen als je weer in beweging gaat komen. Plus, op het moment dat je gaat terugtrekken, dan zijn heel vaak je emoties ook uitgeschakeld.
dan is er vaak een dissociatie van emoties. Dat doe je als overlevingsstrategie om niet meer de pijn te voelen, om niet meer de stress te voelen, om niet meer de angst of onzekerheid te voelen. Dus op een moment dat je wat meer tot rust komt, en daar moet je heel voorzichtig mee beginnen, dat je op een gegeven moment wel weer uitdagingen gaat zoeken, maar die moet je heel klein maken. Bijvoorbeeld door alleen maar even te gaan wandelen of op een bankje te gaan zitten. Ga dan niet gelijk onwijs sporten bijvoorbeeld. Ga dan niet gelijk heel druk iets doen, maar ga heel voorzichtig beginnen met de draad een beetje op te pakken. Ga niet gelijk met een paar vriendinnen iets doen, maar bijvoorbeeld met een vriendin waarvan je weet dat als je het na een half uurtje zat bent, dat je weer naar huis kunt gaan. Dus het is wel nodig op een gegeven moment dat je weer iets gaat doen, dat je daar niet in blijft hangen. Maar doe dat op een voorzichtige, kalme, rustige manier. En wetende dat dan ook er weer stress bij kan komen. Want en dan denk je van nu ben ik weer terug bij af. Maar op een moment dat je heel lang, dat heb ik ook gemerkt. Ik heb op een gegeven moment echt zo'n shutdown gehad. Dat ik overal de stekker uittrok. Dat ik niet meer terug, eerst niet meer kon lopen. Geen contact meer wilde hebben met eigenlijk met niemand meer. Dat ik alleen gewoon in mijn uppie thuis wilde zijn. Ook zoiets had, ik ga nooit meer werken. Heeft best een hele tijd geduurd. Maar op een moment dat ik wel weer wilde gaan werken, dat ik weer meer wilde gaan doen en dat ik weer zin kreeg in dingen, ging ik wel weer dus heel veel stress ervaren. Ook omdat ik met die angst nog zat van, oh, als het nu maar goed gaat, als ik maar weer niet terugval, als ik maar weer niet klachten krijg, als ik maar weer niet over mijn grenzen heen ga, als ik maar weer niet richting burn-out ga. En dat heeft best heel lang geduurd voordat ik het vertrouwen weer had, zowel in mijn hoofd als in mijn lichaam, dat mijn lichaam tijdig het signaaltje afgeeft van, oeps Marjan, je gaat nu te ver. En dat is ook om meer naar mijn lijf te luisteren en sneller te anticiperen op wat er in mijn lichaam gebeurt. Maar dan moet je wel verbonden zijn en dan moet je wel de signalen op kunnen vangen. En daar is ook dus ruimte voor nodig om jezelf die tijd even te gunnen om stil te staan bij, waar bevind ik me nu? Hoe gaat het nu met mij? Ga ermee aan de slag. Laat me desnoods weten wat je van deze podcast vindt of hoe je het ervaart om deze oefening te doen. Ga eerst bijvoorbeeld eens kijken van, oké, als ik aan een lichte stresssituatie denk, gebeurt er dus dit allemaal met mij. Als ik aan een wat heftigere situatie denk, gebeurt er dat met mij. Als ik aan een hele fijne situatie denk, gebeurt er dit allemaal bij mij. Met je gevoel, met je gedachten, met je lichaam. Zodat je het gaat herkennen. En dan ga je opletten gedurende de dag. Hé, wanneer bevind ik me waar? Heel veel succes. Nogmaals, laat me gerust weten wat je ervan vond en hoe het bij jou zit. Deel de podcast als je hier veel aan hebt. En voor nu, oh ja. Alignment begint 11 december. Mocht je deze pas horen na 11 december en je zegt, Marjan, ik wil toch meedoen met de online training nog. Ik wil toch meedoen met alignment. En ook al ben je een beetje te laat, laat me het gewoon even via een mailtje weten. Want dan kunnen we er nog een mouw aan passen. En die vind je op zienswijs.nl/alignment/. En een heel veel lief groet van mij. Doeg. Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zienswijs.nl. Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?